Er zit een verrassing in deze eieren. Dat had ik niet verwacht. Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action Shopblog. Een shopblog, ja, want het kan weer shoppen bij Action. Wel via Click & Collect natuurlijk. Maar ik ben super blij en ik heb gehoord dat heel veel van jullie daar ook mega blij mee zijn. Nou, ik ben Marloes. Je kent me misschien wel van mijn budgetblog. Die zie je hieronder. Maar belangrijker nog, ik ben een mega Action fan. En daarom zit ik hier vandaag op mijn paasbest om alvast in de paasstemming te komen met jullie. Ik ga een aantal producten laten zien die te reserveren zijn via Click & Collect, die de paasdagen nog leuker maken. Eerlijk is eerlijk, ik heb vrij weinig met Pasen waar het echt voor staat, want ik ben zelf niet gelovig. Maar als er snacks zijn en paaseieren, dan ben ik sowieso van de partij. Dus ik hoop dat er in ieder geval iets lekkers bij zit. En laten we gaan kijken. Kom maar door met die paaseieren. Deze vrolijke vrienden die staan mij al de hele tijd aan te staren. Kijk dit. Je ziet ze ook hier op de achtergrond. Dus dit hier is ook te koop bij Action. En deze leuke vrolijke paashazen. Die kosten dus maar €2,49. Wat ik echt absurd goedkoop vind voor deze leuke gevalletjes. Nou, wat zal ik er hier eens over vertellen? Ja, leuk. Zet ze bij de voordeur of zet ze aan de paastafel. Aangezien we niet zoveel paasgasten mogen hebben. Is leuk voor de paasbrunch. Nee, ik vind ze oprecht heel leuk. En ze zijn er in verschillende varianten. Super licht ook. Dus misschien waaien ze weg in de tuin. Maar €2,49 heb ik al gezegd. Nou, meer kan ik er niet van maken. Oh, deze vind ik ook echt heel cute. Dit zijn van die mini schuddebolletjes. Snow globes, ook wel bekend. Die je natuurlijk met kerst vooral hebt. Maar met Pasen kunnen ze ook. Dit zijn dus kuikentjes en haasjes met glitters. Love it. Vier verschillende varianten. Leuk voor de kindjes ook. En om de paastafel mee te decoreren. Deze schuddebolletjes zijn 99 cent. Yes! Iets om te smullen. Paashazen zie ik hier met eieren. En dit zijn paashangers. Dus voor in de paastak. Ik ga ze er even uithalen. Wie doet dat eigenlijk? Een paastak versieren. Ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee om dat nu te doen. Terwijl ik daar normaal niet van ben. Maar ik heb heel erg genoten van de kerstperiode helemaal all out gaan. Dus ik vind dat dat met Pasen ook best wel mag. Dus deze gaan bij mij in de paastak. Kijk. Helemaal leuk. Wat zit er nog meer in? Oh, alleen maar kuikens en zijn vrienden. Oh, het is trouwens Fair Trade chocola. En deze dan weer. Oh ja, wel Rainforest. Zo moeilijk hè, Engels. Rainforest Alliance. Kan je ook nog met een goed gevoel snoepen. Deze paashangers zijn 95 cent. Voor hoeveel zitten er eigenlijk in? Een stuk of 6 of zo. En deze paashaasmix is 99 cent. Wat is dit? Surprise Easter Egg. Verrassingspaasei om zelf te vullen. Oeh, dus hier kun je gewoon een surprise egg zelf van maken. Leuk om cadeautjes te geven met Pasen. Ik ga het even uitpakken hoor. Superveel kleurtjes. Regenboogeieren. Hé, dit is grappig. Dus dit is ook leuk om gewoon na Pasen te gebruiken. Om kindjes een leuke verrassing te geven. Kijk, tadaa. Dus er kan een klein speeltje in. Past die snow globe hierin? Beetje proppen. Yes, kijk hoe leuk dit is. Dus het is eigenlijk een hele leuke verpakking. Gewoon om iemand iets cadeau te doen. Of een paaseitje of chocola of een klein cadeautje. Ze kosten 79 cent en dan heb je 8 stuks. Maar het is niet geschikt voor kindjes onder de 3 jaar. Dat is wel goed om te weten. Ik tover weer even wat te smikkelen naar boven. Naar boven, raar. Tevoorschijn. Ik heb hier chocolademix met. Oh, dat ziet er echt heel leuk uit. Dit is een soort van. Doet me denken aan van die chocolademuntjes die je met Sinterklaas hebt, maar dan in de paasvariant. Ik vind het heel leuk uitzien. Hier zit een heel gezellig schaapje en een kuikentje. Ja, dit wil je gewoon alleen al om neer te leggen op een etagère of een gezellig schaaltje of zo. En wat is dit? Gevulde paaseitjes. Praline of praline. Wat zeg jij eigenlijk? Ik vind dat we dit moeten proeven. Ik denk dat dit karamel is, dit hazelnoot en dit praline of praline of wat je ook wilt noemen. Even kijken of het de moeite waard is. Er zit een verrassing in deze eieren. Dat had ik niet verwacht. Het is een goede verrassing. Er zitten namelijk crispies in. Dus het is en heel knapperig. En super zoet wel. Mijn hele speekselklier gaat ervan op hol. Heel lekker wel. Het zakje met al deze verschillende soorten smaak paaseitjes kost €1,99. Dit zakje met al deze leuke paasvriendjes kost 69 cent.
Ik ben trouwens wel heel benieuwd wat jij nu met Pasen gaat doen. Pak je heel groot uit met een paasbrunch? Of maak je lange wandeling op de hei? Of ga je helemaal los op je paastak? Over paastakken gesproken. Die kan je mooi versieren met deze leuke eieren. Het zijn eitjes, witte eitjes, waarop dan bloemetjes en vlindertjes en verschillende figuurtjes geschilderd zijn. En nog het allerleukste aan dit zakje vind ik hoe het erin gepakt is. Gewoon zo schattig met hier al dan van die bloemetjes die je ook in de paastak kan hangen. Verschillende kleurtjes dan. Ik ga denk ik voor groen, want ik heb zo'n groene muur in huis. Deze paaseitjes met print, je krijgt er 8, zijn 99 cent. Dit is toch echt wel de topper natuurlijk van het paasassortiment. Dit moet iedereen in huis hebben, vooral met kinderen. Het is een, een decoratie... Wat is de fancy naam hiervoor? Oh ja, een eierverfmolen is dit. Ja, ik vond dit als kind fantastisch. Ik weet dat wij dit hebben. En ik ga ook helemaal 8 miljoen eieren schilderen dit jaar. Want we hebben toch niks anders te doen. En ik ben eerlijk gezegd dol op eieren. Gebakken, gekookt, alle eieren. Chocolade. Even kijken. Nee, ik heb... Oh ja, ik heb hier wel even een ei. Weet je, beetje een joekel van een ei. Nou, je snapt het idee. Hier gaat een eitje in. Zo, dat kan je dan klem zetten. Dus maakt niet uit hoe groot het eitje is. Kleiner dan dit ei. En dan kan je helemaal creatief dat ei schilderen zoals je dat zelf wil. En dan hiermee draai je het eitje rond, zodat je hem niet vast hoeft te pakken. En dat je die hele kunstwerk verpest. Ja, ik heb hier hele goede herinneringen aan. Ik vind dit fantastisch en ik heb heel veel zin om nu ook een ei te schilderen. Deze eierverfmolen kost 55 cent. Dat is echt absurd weinig voor heel veel paaspret. Nou, dat waren ze alweer. De producten die je nu via Click & Collect voor Pasen kan bestellen. Er is nog veel meer, dus neem vooral een kijkje op de website. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat jij dus in dit verrassingsei zal... waar ik dus heel benieuwd ben, is naar wat jij in dit verrassingsei zou willen stoppen. En wat je überhaupt gaat bestellen voor Pasen of de komende week. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vindt. En vergeet je niet te abonneren, zodat je altijd op de hoogte blijft van onze nieuwe video's. En ik hoop je heel erg snel weer te zien. Laat vooral gezellig een berichtje achter. Vind ik leuk om te kletsen in de comments. En als je mij wil volgen, dan kan je me volgen. @marloesbudgetproof op Instagram. En dan hoop ik je snel weer te zien. Oké, dankjewel. En tot de volgende keer. Doei!